Hendrik Ruse, hoe heb je afgelopen week beleefd? Nou ja, jullie hebben me behoorlijk gevolgd en dan hebben jullie mijn mimiek wel een beetje gezien. Dus dat was niet heel rooskleurig. Dus wat dat dan gaat, mindere fase, laat ik zo zeggen. Ja, laten we eerst even hebben over het persoonlijke vlak. John Lammers afgelopen week vertrokken. Dat moet jou denk ik ook pijn doen. Het heeft me heel veel pijn gedaan. En met name de manier waarop het gegaan is. En daar heb ik niet altijd invloed op. Heeft de club ook bewust gedaan om mij daar een beetje van af te houden. Dus aan de ene kant begrijp ik het, aan de andere kant heb ik er toch wel een bepaalde gevoelens bij. Maar goed, het neemt niet weg van dat ze de beslissing genomen hebben en dan gaat het gewoon weer verder, hoe hard het ook is. Dat is ook voetbal. Dus, Ja, je zegt al je moet door. Jij stond natuurlijk daarna met de spelers op het veld. Hoe hebben zij gereageerd? Nou, laat ik zo zeggen dat de hele spelersgroep ook geschrokken is van het feit dat John ontslagen werd en waaronder wij. En dan gaat het gewoon weer verder en dan krijg je natuurlijk allemaal teleurgestelde gezichten. Vandaar ook dat ik de training iets anders heb gedaan dan normaal, zodat de jongens ook iedereen dat op zijn eigen manier kan verwerken. En ze vroeg naar huis gestuurd en dan gaat het gewoon weer erom van de volgende dag, dan moet je met frisse moed weer terugkomen, want dan moet je weer energie geven en dan gaat het gewoon weer verder. Ja, ik kan me voorstellen dat als je dan zelf ook teleurgesteld bent, dat het ook lastig is om op het veld te staan, maar hoe heb je toch de jongens geprobeerd om weer door te gaan? Nou ja, goed, ik ben zelf ook voetballer geweest en ik heb meerdere clubs meegemaakt waar ik ook de resultaten niet zo goed waren. En dan weet je ook gewoon dat het in het voetbal gewoon, als er weer een dolletje wordt gemaakt, dat er gewoon weer wordt gelachen. En dan is het net de normaalste manier van de wereld dat gewoon gebeurt. En dat is natuurlijk ook zo, want er zijn ergere dingen in de wereld die gebeuren. Maar goed, in het voetbal is dat nu helemaal zo. Als je geen resultaat haalt, dan weet je gewoon dat er iets gaat ontstaan. Ja, jij staat dan nu voor de groep voor één wedstrijd en nu ook hier voor deze camera. Ik kan me voorstellen dat dit ook niet helemaal jouw ding is. Nee, en het blijft ook bij één wedstrijd, dat kan ik je nu ook al zeggen. Dus, want er komt zeker een nieuwe trainer. Dus wat dat dan gaat, blijft het bij je. Dan bereid je je voor op een lastige tegenstander. Feyenoord komt op bezoek. Hoe werk je naar zo'n wedstrijd toe? Want het is toch een topploeg. Nou ja, het voordeel voor mij is nu dat Feyenoord komt. En dat is een ploeg waar je eigenlijk niks te verliezen hebt en alleen maar te winnen hebt. En heel veel koetwil kunt kwijken. Dus wat dat dan gaat, kunnen de jongens zichzelf ook op de kaart zetten. En alles wat je haalt is meegenomen, want niemand verwacht iets tegen Feyenoord. Want iedereen verwacht dat Feyenoord gewoon normaal gesproken zal winnen. Ja, ga je dan in één keer hele andere dingen doen? Want dat lijkt me toch ook niet? Nee, Thijs, ik ga geen andere dingen doen, want ik blijf heel dicht bij wat we altijd afgesproken hebben. Er zal op één of twee posities zal iets anders zijn, maar voor de rest zal allemaal hetzelfde zijn. En dat zijn ook allemaal dingen die we van tevoren al besproken hebben, ook met andere stafleden. Dus wat dan gaat, gaat er niet zoveel veranderen. Wat moeten jullie brengen om een stunt voor elkaar te krijgen hier in Hermosito? Dat iedereen maximaal meer dan 100% geeft en zich helemaal uit de naad gaat lopen voor iedereen. En nou ja, goed, je moet het samen doen. En als iedereen dat doet, dan maken we een kans om een puntje en misschien wel drie puntjes te pakken. Heel veel succes. Dankjewel. Top.